Ja, ik ben zelf ook bijziend, dus... Uit onderzoek van het Erasmus MC blijkt dat een kwart van de Rotterdamse kinderen bijziend is. De reden? Ze brengen te veel tijd door achter tablets en smartphones. Wij vragen hier in Hillegersberg wat de Rotterdammers hiervan vinden. Ja, ik vind het wel heel toevallig dat ik precies dit gevraagd word. Maar ja, ik zit wel vaak achter mijn smartphone, ja. Schrikt u van deze cijfers? Eigenlijk niet. En waarom niet? Omdat het tegenwoordig heel normaal is. Deze generatie zit heel vaak op de smartphone. En niet alleen die generatie, ik zelf ook. Ja, het verbaast me eigenlijk niets. Als je kijkt naar iedereen zit tegenwoordig op zijn smartphone. Hè? Ook op, in de trams, overal waar je komt. Treinen, openbaar vervoer. Ja, voor mij was dat al wel bekend. Ik heb wel eerdere berichten over gezien. Ik vind het best wel erg eigenlijk. Want je wil natuurlijk het liefste dat elk kind gewoon goed kan zien. Ja, een tip wat helpt is gewoon je wifi thuis uitzetten. Heb jij nog tips? Ja, misschien... ook aan andere leuke dingen denken in plaats van aan iPads of zo. Want je kan natuurlijk genoeg andere dingen doen. Als de ouders het goede voorbeeld geven, ik denk dat de kinderen dan vanzelf volgen. Ja, lekker naar buiten laten gaan, hè? Zeker met het weer. Gewoon niet te moeilijk doen en buiten aan de gang. Dan komt het vanzelf wel goed.